In één dag 6 muziekstukken leren en opvoeren. Dat is het concept van de play-in. Zondag namen ruim 100 muzikanten uit Pelemas deel aan deze muzikale uitdaging. Wij hebben hier 100 jeugdige muzikanten uit alle kernen van Pelemas. En wij bieden ze een leuke dag aan waarin we dus 6 muziekstukken ten gehoor gaan brengen. Ze hebben de muziekstukken nog niet gezien, ze hebben die nog niet gehad. Dus vanochtend toen ze hier binnenkwamen hebben ze de muziekstukken pas gekregen. En dat is natuurlijk een enorme uitdaging om straks om 5 uur hier het concert ten gehoor te brengen aan familieleden, opa's en oma's, vrienden en bekenden. De play-in werd dit jaar voor de 17e keer georganiseerd. Er is gekozen voor het thema It's Popcorn Time. Dit thema heeft een verwijzing naar zowel popmuziek als filmmuziek. 'S Morgens storten de muzikanten onder leiding van dirigent Ralf Schreur zich op filmmuziek. 'S Middags werden een aantal popnummers met de band Ponies Galore uit Maasbree ingestudeerd, onder leiding van dirigent Hai Paulussen. Hard gewerkt om meer jeugdige leden aan zich te binden. De afgelopen jaren zagen we wel een afname in de jeugdige muzikanten. Maar alle verenigingen in Pelemas zijn heel erg hard aan het werk gegaan. Om met name de samenwerking met de scholen op te pakken. En al heel vroeg te beginnen om de muziek nog meer onder de aandacht te brengen op de scholen. Waarin wij proberen dan ook de samenwerking met de scholen en de muziekverenigingen nog beter op te pakken en dat we dus hopen dat er nog meer jeugdigen aan muziek gaan doen. En dat kan natuurlijk bij een fanfare zijn, maar dat kan ook op een heel andere manier ziek zijn. Maar muziek maken is gewoon heel erg leuk en het is gewoon een uitdaging en gewoon heel erg gezellig. Er deden dit jaar ruim 100 deelnemers mee. Dat is een grote stijging ten opzichte van een jaar eerder, toen er 60 jeugdigen deelnamen aan de play-in.